We hebben een prachtig Oldambtmeer, maar tot dusver was het Oldambtmeer nog steeds niet ijsvrij gemaakt. Naast mij staat initiatiefnemer Molema, die bezig is om het Oldambtmeer vrij te maken. Meneer Molema, hoe bent u op het idee gekomen om het Oldambtmeer schoon te maken? Nou, ik ben niet de initiatiefnemer. De heer Bleker uit Beerta is de initiatiefnemer. Die komt op een gegeven moment bij me en hij zegt, zijn er mensen die wat gaan doen met het ijs schoonmaken? Doen de ijsverenigingen wat? Nou, tot nu toe hebben we nog niemand vernomen. Dus wij hebben met elkaar gezegd van jongens, wij gaan wat doen. En zo zijn we gisteren begonnen en hebben een proefrit gemaakt met de auto over het ijs met de sneeuwschuiven ervoor. Er waren nog wat kleinigheden wat veranderd moest worden, dus daar hebben we gisteravond wat laat bij gezeten. En vanmorgen zijn we opnieuw van start gegaan en het resultaat mag er zijn nu. Vindt u dat het eigenlijk geen initiatief had moeten zijn van de ijsvereniging hier in de dorpen rond het Oldambtmeer? Nou, ik ga ervan uit dat straks, we hebben nu natuurlijk een nieuwe gemeente Oldambt, en dat ijsverenigingen om tafel gaan zitten en zeggen van jongens, er moet wat gebeuren op het Oldambtmeer. We gaan als ijsverenigingen daar een toertocht organiseren. Ja. En daar zijn natuurlijk genoeg andere mensen die als vrijwilliger mee willen helpen. Daar zal we ons steentje ook aan bij kunnen dragen. Ja. Hoe gaat u het Oldambtmeer schoonmaken? Met een auto, met een V-vormige sneeuwruimer ervoor en met een rolbezem. De rolbezem is net ook spontaan zo eraan gekomen en die is ook begonnen om een baan te maken. Hebt u ook een idee hoe dik of het ijs op het Oldambtmeer is? Ik heb vanmorgen hier midden op het ijs gemeten. Daar was het ijs 22 centimeter dik. We hebben woensdag de ronde gemaakt, onder de bruggen gemeten. Onder de bruggen was het gemiddeld 16 centimeter. En toen was het op de rest van de plekken 20 centimeter. U kunt natuurlijk een enorme toeloop wachten van toeschouwers dit weekend. Is daar rekenschap mee gehouden met oog op verkeersoverlast? Zijn er contacten geweest met de gemeente bijvoorbeeld? Nee, want iedereen is natuurlijk vrij om hier te gaan schaatsen. Wij maken gewoon een baan en mensen die hier naartoe willen komen. Nou, hier op terrein kunnen de hele auto's geparkeerd worden. En zo zal er om het gebied in Midwolde en de haven zijn natuurlijk ook plekken om te parkeren. Ik denk dat ieder zijn eigen verantwoordelijkheid daarin moet nemen waar men parkeert en wat men gaat doen op het ijs. Dat is ieder zijn eigen verantwoording. Ja, vorig jaar was er namelijk een verkeerschaos met het Nederlands kampioenschap en ijszeilen. En we willen die situatie in Midwolde natuurlijk niet graag weer. Nou, dat was natuurlijk een georganiseerd iets. En hier is niets georganiseerd. Iedereen is vrij om hier naartoe te komen naar het Oldambtmeer. Maar iedereen zal zich wel aan de regels moeten houden en ook met het parkeren en zorgen dat de doorstroming goed blijft. Ja. We zijn in ieder geval ontzettend blij dat u dit initiatief hebt genomen. En dat dit weekend heel veel mensen van het ijs op het Oldambtmeer zullen kunnen genieten. Bedankt. Ook bedankt.